Ja, oké jongens, we hebben de Hulk. Kijk hem! De baas. Yo, Nintendo fans, het is weer tijd voor... En in Switch Flits speel ik de nieuwste Nintendo Switch games voor jullie. En vandaag is het de beurt aan Daemon X Machina. Ja, zo hoor je het dus uit te spreken. Machina. Ik dacht altijd Daemon X Machina, maar het schijnt dus Machina te zijn. En we zijn 400 kilometer boven de surface, boven de oppervlakte van een planeet. In deze game kan je een robot besturen. En die robot heet een Arsenal. En die heeft dus ook echt een arsenaal aan wapens. Als je van Transformers houdt... Transformers. Lekker op zijn Nederlands, Rick. Transformers. Als je van Transformers houdt... Nou, zou dit wel eens een gamepje voor jou kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem nog niet gespeeld. Ik speel hem nu ook voor het eerst. En we gaan wel zien wat deze game... wat het is. Ik zie in ieder geval een kei grote explosie, jongen. Hier zo op dit planeetje. En wij zitten in een ruimteschipje. Denk ik. Zit ik in een ruimteschipje? Of niet? Nou ja, het gaat in ieder geval niet helemaal goed met de aarde zo te zien. Ik denk dat we een heel groot probleem hebben. Ja hoor. Ja, dit wil je niet meemaken jongens. Iemand bekijkt het van een afstandje. Nee, oké. Nee, dit gaat niet goed komen. Dit is niet oké. Dit is zo niet oké. We zien een beetje dezelfde artstijl volgens mij als Astral Chain. En die game vind ik echt geweldig. Als je mijn video over Astral Chain nog niet hebt gezien, ga hem zeker even checken. Want die game, ik heb hem in een week tijd uitgespeeld. Ik heb er 25 uur in gestopt toen had ik hem uitgespeeld. Toen kon ik nog allemaal andere dingen gaan doen. Maar toen moest ik weer door met andere games. Zoals Daemon X Machina. En hier kunnen we onze character gaan maken, jongens. Zullen we nou een keertje voor een man gaan? Wel ja, we gaan een keer voor een man. Oeh, we kunnen ook een soort van alien-achtige kleuren. Zullen we gewoon een soort van Hulk van hem maken? Nice. Oké, dan moet hij ook dat kapsel van de Hulk. Of is het gewoon een kale Hulk? Dit is wel een beetje een Hulk-kapsel. Oké, ja, ik vind dit wel bij hem passen. Er zijn best veel customization-opties. Dat vind ik wel heel nice, hoor. Hij moet wel echt een vierkante gezicht hebben. De Hulk heeft natuurlijk een super vierkant gezicht. Ja, dit is sowieso de Hulk. Of dit. Nee, dit is hem. Dit is hem gewoon echt. Hier kijkt hij ook nog wat bozer. Ja. Ja, de Hulk is boos. Dit is zo duidelijk de Hulk. Hij moet alleen wel wat breder nog. De Hulk heeft best wel forse wenkbrauwen. Ja. Ik vind dit wel bij de Hulk passen. Oké, zijn eyebrows moeten best wel laag, want dan lijkt hij extra boos. Ja, zoiets. Nou, de Hulk die heeft geen baard of zo, dus dat hoeven we niet te doen. Wat kleur ogen heeft de Hulk? Volgens mij heeft de Hulk ook echt groene ogen. Ja, dit is sick. Oké, de vorm van de ogen kan ook nog... Oh, dit is duister. Dit is super duister. Ja, lastig. Ik denk dat deze goed is. Oké, de Hulk heeft geen tatoeages. Ik wil hem eigenlijk nog wel een stuk breder maken. De Hulk is veel breder dan dit. Dat kan dan weer niet. We kunnen wel een stem kiezen. Oké, we kunnen zijn kleren ook nog een kleur geven. Dat gaat natuurlijk ook gewoon keihard groen. Alles helemaal groen. Oké, een klein beetje een kleurtoonverschil. Dat is ook wel mooi. Zo, helemaal top. Ja, oké jongens, we hebben de Hulk. Kijk hem. De baas. Ik moet wel zeggen, de character customization is best uitgebreid. En dat vind ik heel tof. Daar hou ik wel van. En daar is die jongen. Onze Hulk. Onze chagrijnig kijkende Hulk. Hij is nog wel een beetje smalletjes. Hij moet nog wel een beetje fitnessen. Om even wat breder te worden. Want dit is een soort van mini-Hulk of zo. Oké, we hebben nu dus onze arsenal nog niet. Onze robot hebben we nog niet. Die moeten we eerst eens gaan vinden, denk ik. En we praten hier met de computer die 4 heet. Hallo 4. Oeh, dit is mijn arsenal. Dit is mijn hulkpak, jongens. Oké, we krijgen nu eerst een tutorial, jongens. Oh, we hebben hondjes. Zo leuk. De Hulk heeft zijn eigen hondje. Oké, let's go. Kan ik hier gewoon naartoe? Of moet ik hier? Ik moet hier naar de terminal. Oké, superveel informatie hier. Je kan dus allemaal mods installeren, items verzamelen, equipment verzamelen. Hier wat informatie over de missie. En hier wat informatie over je equipment. Ik moest daar denk ik dan toch niet naartoe. Moet ik hier naartoe? Moet ik deze terminal accessen? Oh, je kan dus ook multiplayer doen. En online. Nice. Nou, ik ga niet multiplayeren. Ik ga gewoon even zelf checken. Ik moet zeker gewoon dit doen. Ja, zie je. Ik moet blijkbaar een missie gewoon selecteren. Offer missions. Rank E. En daar krijgen we natuurlijk money voor. Patas, jaka. Iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Oké, let's go man. Geef me mijn robot. Geef me mijn transformer. Let's go Hulk. Oh, kijk hem gaan, jongen. Een soort van Iron Man dingen. Oh, dit ziet er echt Marvel-achtig uit. Dat shot was echt Marvel. Helemaal nu we een soort van Hulk hebben gemaakt, was het echt een Marvel-shot. Oké, mijn arsenal standby, jongens.
Is Manchester United ook standby of alleen Arsenal? Oké, sorry, die was te flauw. Die kan echt niet. Oh, niemand faalt deze test. Oké, als wij het nu falen, dan zijn we echt slecht. Oké, jump and fly. Oké, gelijk superveel info hier. Rood zijn allemaal enemies. Oranje zijn missie objectives. En die andere twee zijn mijn matties. Oké, het lijkt allemaal voor zich te spreken. Oké, ik ga het proberen. Als ik dus B in de lucht hang, dan ga ik... Ja, oké. Oh, kijk, nu hang ik rustig in de lucht. Dat is chill. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik de demo speelde, toen vond ik de controls enorm verwarrend. Ik hoop dat dat nu beter is. We hebben nu twee wapens die kunnen met ZR en ZL selecteren. Met L hebben we nog een shoulder weapon. En met I hebben we ook nog een wapen. Oh, dat bedoel ik. Er zijn zoveel wapens. Oké, moet ik dit gaan schieten? Ik denk het, ja, ik denk het wel. Oké, dat is wapen 1. Wapen 2, weet ik niet wat het is. Dat doet het niet echt zo te zien. Oké, laten we gewoon gaan schieten. Ik heb super veel info gekregen. Ik moet gewoon schieten. Volgens mij heb ik alleen dit wapen nog wat echt goed werkt. Ik moet hier ook allemaal op schieten. Let's go. Hoppa. Zo, hoppakee. Hoppa, boost, alles. Schieten. Schiet kapot. Lekker! Oké, wat is dit? Ik kan hier iets pakken. Oké, dat zijn kogels. Ja, assault rifle plus 44. Dan kunnen we kogels voor mijn assault rifle pakken, denk ik. Hoppa. Maar laten we gewoon alles kapot schieten. Hoppa. Kijk. We zijn goed bezig, want we krijgen eerst de cutscene, jongens. Oh, wat moeten we kapot maken? Dit moeten we kapot maken. Je moet gewoon alles wat rood is, moet je gewoon kapot maken. Oh, kijk, hier vloog er nog één. Kijk, ik denk dat ik die nog kapot moest maken. Moet ik hoger vliegen of zo? We go up. Ik zie daar nog tanks. Deze tanks. Moet ik deze tanks nog kapot maken? Pew, 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 pew. Pew, pew, pew. Nu deze nog. Hoppa. En deze. Hoppa. We moeten nog één target opzoeken, jongens. Wat is dit eigenlijk voor rode meuk allemaal? Oh, hier, joh. Hier zat nog een radartje verstopt, man. Man, zeg dat dan gelijk, joh. Hoppa, we zijn een geregistreerde huurling. Oftewel, nu mogen we gaan werken voor deze mensen. Of dieren, of robotten. Ik weet nog niet waar we voor werken eigenlijk. Yo, Hulk, we zijn weer terug. Laten we even een echte missie gaan doen. Kijk, we kunnen nu naar missie 2. Sweep the city. Eliminate the enemy ALS. Oh, eerst even een briefing, jongens. De briefing was dus eigenlijk, sloop alles wat je tegenkomt. Ah, dat ken ik wel. Hey, Johnny G. Oké, let's go, Johnny G. Let's go. Die robots zien er wel tof uit. The mission will begin soon. Kom op, starten. Press A to grab and hold certain objects and enemies. Let's go. Bap. Hoppa, dit schiet wel lekker hoor. Het schiet wel lekker. Oh. Ja, pak ze. Hoppa. Dit gaat top. Ik kan dit. Ik kan blijkbaar ook dingen pakken. Zal ik die pakken? Ik ga die pakken. Let's go. We gaan gewoon deze pakken. Hier, pak hem. Hop. Ik smack je. Ik weet alleen nog niet hoe ik gooi. Oké, zo gooi ik. Omdat het kan. We moeten nog 31 targets, jongens. Het is gewoon puur vliegen en slopen. Terwijl die andere gasten heel verhaal zitten te praten. Nou had ik nog meer wapens, maar ik zou met ei nog een wapen kunnen selecteren. Maar... Oké. Dat zijn soort van, als ik iemand zie en ik druk op ei, of niet? Nou, ik dacht dat ik ze sloopte, maar volgens mij deden mijn matties dat gewoon. Nou, dat doen we gewoon even met dit assault rifle wapentje. Net zo makkelijk. Ik ben benieuwd of we dan hierna een baas krijgen of zo. Dat zou tof zijn. Dat is waarschijnlijk aan het einde van je missie helemaal. Johnny, ik kom je helpen. Johnny, hier, ik help je. Hoppa. Lekker hoor. Ja, die was top. Daar zijn nog wat enemietjes. Wel een lekker wapentje dit hoor. Oh, dat was hem al. Nou, dat was hem al, jongens. We hebben de missie alweer gehaald? Of niet? Nee. Er komt nog wel... Oh, er komt nog wel wat aan. Er komt nog wat aan, jongens. Een of andere gigarobot. What? Oeh, die is wel vet. Dat vond ik in Astral Chain ook zo tof, dat je continu van die super grote enemies had. Dat vond ik echt vet. Wow! Sloop hem! Oh, het zijn er meer! Het zijn er twee! Schieten! Oh, missiles. Oh, nee. Rustig aan met je missiles. Let's go. We moeten even zijn armor slopen. Hop. Schiet op zijn arm. Top. Let's go. Heb ik nog andere wapens? Nee, hè?
Nee, ik heb geen andere wapens. Ik moet wel zeggen... Ja, ja, ik heb volgens... Oh nee, hij deed een stamp. Ik dacht dat ik zijn armen kapot had geschoten, maar nee. Ik moet wel zeggen, het speelde een stuk fijner dan de demo. Tijdens de demo was ik totaal niet onder de indruk van de besturing. Maar dat gaat nu eigenlijk best wel lekker. Het gaat wel vloeiend. Het is niet heel moeilijk of zo. En dat vind ik wel heel fijn. Komen nu een of andere super robots aan? Kijk dan. Kijk dan. Een soort van Gundam robots, jongen. What? Waarom kan ik dit nog niet? Waarom zijn er een soort van elite robots? Ik wil dit kunnen. Geef mij een zwaard. Holy crapperoni, lekker hoor. Nice. Kijk, ze stoer doen tegen elkaar dan, hè. Ik wil ook zo'n stoere robot zijn. En ik wil een groen pakje, want ik ben de Hulk. Oh, moeten we door? Nee, het is klaar. Ze hebben even die robot voor mij gesloopt, jongen. Hoppa, en daar ook één. Nou, top. Bedankt voor alle hulp. Laten we even teruggaan naar de basis. Even kijken of daar nog iets gaat gebeuren. Blijkbaar kan je ook geld uitgeven tijdens je missie, want je hebt expenses. En ik heb niks uitgegeven, dus ik krijg gewoon lekker 5000 erbij. Woep woep. Allemaal statistieken over hoe je het hebt gedaan. Ik heb geen idee hoe goed ik het heb gedaan, maar het lijkt me wel tof als je dit online doet. Dat je dus hier ziet wie hoeveel damage heeft gedaan en zo. Dat is wel nice. Oké, we zijn terug op de basis. Ik vind mijn pakje zo vet. Dit zijn de twee gasten die ons net hebben geholpen. Crimson Lord en Diablo. What up? Crimson Lord en ik hebben hetzelfde kapsel. Zij hebben nog standaard pakjes, zie je? Die rechter is een soort van turtle. Leonardo. Maar je kan volgens mij ook dingen hier in de hangar doen. Hangar. Hangar. Oh, kijk. Hier kan je equipment aanpassen. Kijk, ik heb twee verschillende AR's. Mijn beste is denk ik wel al geselecteerd. Je kan ook een laser krijgen en bij melee combat kun je denk ik zo'n tof zwaard krijgen. Hier missiles, cannon, railgun, blitz. Oh, nice. En... Kijk, je kan hem painten, jongens. Kunnen er gewoon een Hulk-robot van maken, jongens? Ja, 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 ja. Misschien kan dit dan zwart of zo. Dan lijkt het alsof ik nog een broek aan heb of zo. Je kan dus ook alle stukjes een andere kleur geven. Ook heel tof. Head, body, right arm, left arm. Nice. Kijk, daar staat hij, mijn Hulk-robot. Kijk, nu passen we echt goed bij elkaar. Oké, dat was de Switch Blitz van Daemon X Machina. Deze game is dus vandaag uitgekomen op vrijdag. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er niet heel veel van verwacht. Na de demo gespeeld te hebben, vond ik... Nee, ik vond hem helemaal niet tof. Die besturing, het ging niet goed. Het was chaos overal. Ik snapte er niks van. Maar nu wel, of zo. Ik weet niet, ik gaf het even de tijd. Ik ging rustig de game leren kennen. Ik heb ook nog maar één echt wapentje. Dat is ook wel handig. De besturing ging op zich wel lekker. Ik ben positief verrast. Ik heb op zich wel zin om deze wedden te spelen. Dus als jij een Gundam of een Transformers fan bent, misschien is dit wel iets voor jou. Als je echt into robots bent, dan zou dit best wel jouw game kunnen zijn. Ik kan er nog geen cijfer of zo aan geven, want ik heb hem letterlijk een half uurtje gespeeld nu. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe in dat geval zeker even dat blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!